Welkom bij een nieuw programma van Op Bezoek Bij. We zijn vandaag in Borne bij G. Nijkamp. En we gaan eens kijken of die thuis is. Maar, de rem zit. Goeiedag. Goeiedag G. Hoe is het met? In Boorn. Goed te passen, zegt ze in Boorn. Ja. Mooi zo. Wie zult dus vandaag met elkaar praten? Dat denk ik. Goed zitten. Dankjewel, Kamp. Wie is eigenlijk G. Nijkamp? Een echt een onboornse, kunnen we zeggen. Een melbuw, een echte melbuw. Ja, wat moet ik eigenlijk van u zo vertellen? Ja, ik ben gek van burger, zee hier van Zovawa. Ook van historie, dat zou je misschien ook wel achterkomen. Ik verzamelaar in een hele brede strook eigenlijk. En dialect? Ja, dialect dat is natuurlijk. Hoofdzakelijk Neder-Saksisch? Ja. Eigenlijk wel, maar ik Fries vind niet. Ook wel, jawel. Ik heb ook heel veel Friese boeken en ook heel veel van de Stellingwerven, dat is de onderkant van Friesland. Maar eigenlijk vind ik elke taal mooi. Nou ja, G. Nijkamp, geboren een echte Boornse melbuul. Ja. Ook geboren in Oldborn. Ja, helemaal hier vlakbij. En waar is daar vlakbij? Nou, daar kan voort zo hem langs lopen, maar dat is nog een. Je kunt de huis aan je val bieden. Wat deed uw vader? Mijn vader had vroeger een winkel met kloemp en hij feit dus ook altijd overal op een boer, kunnen we zeggen, maar ook in Boorn zelf. En moest je ook altijd met haar? Ja, ik moest ook wel met haar. Vakantie aan, daar moest je ook wel eens met. Maar heel vaak bestond mijn taak eigenlijk om naar Eindhoven te gaan op de fiets, morgens aan first school tijd, of naar Almelo om kloemp te halen. Of van de kloempfabriek? Ja. Nee, vooral in Eindhoven had je heel veel kloempfabriek en toen zat Roezing nog ver in Almelo. En dan ging hij als morgens op, heel vroeg als hij op de fiets ging, hè, klein jongske. Ja, dat was eigenlijk waar, toen had ik er niet veel schrik aan. Maar ja, hier deed toch een goede zaak. Ja. En dan Toes, kwam je grootgezin? Ja, 7 kinderen. En ik was een Olsen en dan kreeg je eigenlijk ook alles te doen. Ja. Een Olsen en met alles opknap. Ja, later dan zakte dat allemaal wel over, het allemaal groter wordt, maar in het begin, ja, dat heb ik later vaak dag. Een beetje een grote verantwoordelijk voor toch wel. Voor de jongere broers en zussen. Ja, vind ik dat toch wel. Maar ja, je moet op me door met een Olsenman. Ik ben een Olsenman, dan zeg. Je moet voorbeeld geven. Ja, ook dat. En dat vond ik wel eens heel moeilijk. En dan deed het verkeerd en dan ging je naar dubbele boer. Ook dat, maar ik ben een Olsen. Ja. Maar dan hadden ze Toes vroeger ook een winkel die wij net zeiden. Ja. En dat kwam alles over de vloer. Ja, en dat was een mooie tijd. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Iemand ook aan het Roezink bracht ook wel zo met een auto bracht. En dan moest je ze ophelpen hangen. Hè. Dan mijn vader stond er op een trapje bij de lange latten, wordt ze allemaal aan moeten hangen. En dan zetten ze de priest onder. En dan was je boeten op straat aan het voetballen of wat aan het doen. En kwam toen eigenlijk helemaal niet goed en dan moest je helpen de knoop ophangen. Dan moet je ze alle aanhalen, want die steunen allemaal op zulke stapeltjes. Die past daar op elkaar al klompen, hè? Dat is heel mooi. En dan stond mijn vader op een trapje en dan zet de priester eronder. Maar dan bekeken ze al nog en dan bekeken ze nog eens. En ik denk, god, kerel, maak toch eens een beetje aan. Maar ja, dan kwam de zomer en vooral de winterdag was dat mooi. Dan kwamen de boeren en dan hadden ze tiet. Dan hadden ze toch op laat weinig te doen. Dan vreus of er lag sneeuw. Dan hadden ze al mogelijke tiet en een kachel in brand hadden bij ons in de winkel. En mijn moeder maar zet naar koffie, had goede klanten waren. Ja. Daar kwam mijn vader kukken in vleeg. Hanna, heb je nog koffie? Ja, dan moest de koffie weer. En dan zat die boeren zo langs met een kopje om kachelen. En dan hadden die altijd de mooiste vrouwen. En volgens mij heeft dat ook eigenlijk de liefde voor de historie wat teweeg gebracht. Dat geloof ik vast. Je hoorde van vroeger, van de boerderijen en van alles. En dennen en denhans dan houden. En daar word je ook meer van weten. Maar je moet ook al die soms heel vaak kloon rondbrengen. Dus ik ben in Soosel en Hettem en Deurning en zo, daar was ik als jong al heel goed overal bekend. Nee, mijn vader deed met een bakfiets en hij deed ook met een transport. Als in slechte wegen, want toen had nog veel slechte wegen in die tijd, dan gingen we met een transportfiets en dat een beetje groot weer was. En dan gingen we s'morgens aan vroeg voort, dan wie naar school ging, dan ging mijn vader voort met de bakfiets, hoog opgeleid met klomp. En dat was ook altijd, dinsdags was dat altijd, dan fijn, neem Boorn. En daar had ik nog een meunige hekel aan. Daar had ik zo'n hekel aan. Dat was net 9 uur best en ik ben net begonnen met de school. En daar hoorde je de witte, daar kwam mijn vader aan met de bakfiets. En dan schreeuwen. En dan hoorde je de klas. Ja, en dan stoten ze aan, hier kom vaar, de koppel vaar aan. En dan kwam het hoe langer, hoe korter bij. En ik wou wel onder de baan kroepen. Hè. En toen zei een keer tegen mijn vader, zeg, kun je een andere route nemen? Want ik heb er een hekel aan bij ons langs de school gehad. Nou, dan ben die mannen ongemoedig helder. Ja, ik kan er niet herstellen, zeggen. Ja, ook wel gelijk achteraf.
Maar toen later de juffrouw heeft dat een keer heel mooi opvang en die heel mijn apart en haar zenuw geplogen en zo en dat ik er niet slecht tegen kon. Want toen later haar ook een hoorn aanschaft, zo'n scheepshoorn, hè, wordt de schipper zo bleus dat ze door de sluis woon. En de bleus dan ook, want in de stem zo misschien wat zachter worden of zo, en de bleus dan ook nou. Toen was het feest natuurlijk helemaal compleet. Dan bleus een paar keer, dan reupen we een paar keer. Nou, en toen hield met de juffrouw soms aan, en die zei, of nou, toen de verbie was, met spookkwartier denk ik. Zo, God, Gerard, je moet eens een mooi opstel schrijven over je vader. En wat hij eigenlijk precies doet en hoe de klompen gemaakt worden van bomen, maar dat weten de meeste kinderen niet. Nou, en dat heb ik toen ook gedaan. En toevallig, ik zat dus morgens met het begin, ik kreeg de eerste beurt, dan moet je dat voorlezen. Dan was altijd vast op dinsdag, dan moet je altijd, dan ben je de één uitpikt en moest dan opstel voorlezen. En toen had ik dan de beurt, zogenaamd dan, was allemaal een beetje in scène zet. En toen, ik wil net beginnen, toen komt mijn vader aan. Ik weet nog gewoon dat met trillende stem dat verhaal voorlezen. En dat mijn vader ondertussen, het was helemaal stil in de klas en niemand zeerde wat. En aan het eind van het spul kreeg ik een applaus. En daarna heb ze nooit meer lachen. En nooit meer zei ik op mijn vader aan. En daar ben ik juffrouw nooit dus nog altijd dankbaar voor. Ja. 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 Maar dat helpt over, je bent 72, ja, 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 73 ondertussen. 73. Ik ben van voor de oorlog, dat is kwaliteit. Van wie voor de oorlog? Nou, net te veel. Net te veel. Ja. Maar wat het erover hebt, is de tijd van zeg maar, tussen 45 en 50 zo'n beetje. Want toen ging je naar de lagere school, 52. Ja, ja, ja. En daar was de school, ja. NES, Rooms-Katholieke Basisschool, ja. Jongensschool. Jongensschool. Door hij het spul nog. Jongensschool en meisjesschool helemaal. Ja, ja, weg is dat een. Achter de kerk, Maria. Ja, ja, ja. Ja. En later Sancta Maria. Ja. Niet, ja, ja, ja. Johannes Gesticht was dat. Johannes Gesticht. Ja. Hij ging naar de Rooms-Katholieke Jongensschool, zoals ze ging in NES. Ja, de school van Meester Dicus. Ja, de school van Meester Dicus. Ja. Dit was de hoofd en die had ook een aparte manier van blokletters, die door niet schuin schreven. Blokletters, ik schreef nogal die blokletters. Dat was heel apart. Dat was ook apart. Hij had een aparte manier van pedagogiek, zoals ze dat noemen, ook het soort het lesgeven. Met taken en zo bij hem in de klas. En dan moet je ook taken maken over een bepaald iets van de geschiedenis van Twente, of een apart kasteel, of wat er gebeurd was hier. En toen had hij een hekel aan. En achteraf is er toch wel wat blijven hangen dat je er nooit nog gek van bent. Is door dan de liefde van de Old-Saxische literatuur, zeg maar. Ja. Ik zal dat even in het Nederlands zeggen, maar. Ja, toch wel. De liefde voor de oude beuken. Ja. En voor het oude stijl, oude geslachten. Ja, ja. Is door dan een beetje de kiemen legt door. Ja, dat weet ik wel heel zeker. Op dat moment, daar had hij een hekel aan. En toch blijft er toch iets hangen. En daar komt later wel weer te verschijnen. Moest je op school ook al door met literatuur van Vim? Je hebt dan ook bij Dicus zo in de klas? Ja, ja, ja. Die meestal altijd de hoogste klas. Ja, ja. Ik heb bij Dicus in de klas zitten. Ja, ja. En dan moet je ook gedichten voordragen, voor op een bijke, voor in de klas. Dan moet je een kop leren en vaak van Guido Gezelle en zulke kerels. Hè. Dit, ja, maar was dus zijn titel. Zeg maar, het was in de tijd vooruit. Later is dat pas in de min 60 jaren meer opgangen maakt. Ja. En taken en vooral nu in het onderwijs zie je dan dat mensen zeggen van ja, ik moet zelf stukjes maken, dan wel elektronisch. Ja. Maar nu, toen was het dus al, dus was een van de voorlopers. Kun je echt wel zeggen. Ja, kun je echt wel zeggen. En wat moest je dan zo al verdragen? Is er nou wat bijgebleven eigenlijk? Nou, dat bepaalde dingen, zoals het schrijven, dat heb ik heel lang nooit gebeurd. Nog zo, niet in keer dat ik het zo in één kan opdoen. Het schrijven, dat is wel een heel bekend gedicht, hè? Ja, is een heel bekend gedicht, maar ik ken het niet. Nee, ik ken het niet. Dat bent de schrijven, dat bent dan die kevertjes die oud water in loopt. Oh, ja. Krinkelende winkel. Ja, daar kun je het eigenlijk wel met vergelijken. Ja, ja. Krinkelende, winkelende waterding. Zo begin je het dan. Ja. Met het zwarte kabotseke aan. Nou, en dan wist je helemaal niet wat een kabotseke was, maar dat was een soort zwarte lakensjeske. Ja. Ja, dat was een kabotseke in het Vlaams dan. In het hè? Vlaams. Ja. En het gedicht is van? Guido Gezelle. Guido Gezelle. Ja, ja, ja. En dat kende je, moest je helemaal in kop. Moet je een kop kennen? Ken je dat nog in kop? Nee. Nee. En dan moest je verder rijden. Ja. En dat ging zo'n die ging af als een geet. Hè. Ik heb er ook een keer een gedicht over geschreven en dat ook helemaal mis. Ik zat een tweede of derde regel, zat ik gelukkig al vast. Nou, en dan moest ik nog school blijven. Denk, oh ja, ik moest blijven zitten, soms heb ik al heel goed. En
Maar nou, hij zei, en die boeten, ja, hij geluid allemaal voor de school. Ik denk, god, oh god, allemaal hoe zijn, ik zit hier te kijken. En die zijn alle mogelijke tijden, dit de bloemwater, en er zat een beetje scream. En toen ben ik gezegd dat ik wat voort kon gaan. Nou, ik zei, dat is nou, ik roep op, hard op Toeza, maar dan wil je al niet eens weten. En ik kwam in huis en ze zaten allemaal om de tafel en achter. En dan wil je nog zo lang west. Ik zei, ik moest de meester helpen. Ja. En dan heb je red. Dat vind ze gehoord, hij de meeste moet helpen, nou, maar die kerel. Je zult zeggen maar hoe alles hoe zijn gaan kijken. Dat is hoe goed. Ja. En hoe al Born de door uitzet en er eigenlijk nog zoveel mogelijk bewaard is gebleven. Ja, mooi, dat doe. Ja, hier loop je dan in Alborn. Ja, dit is de straat waar ik geboren ben, namelijk die. Dit is mijn geboortehoes. En is dat nu nog precies zo zoals dat toen was? Nee. Er is een heel hoop van afbraken. Maar het was een heel groot pand, er was café vroeger en winkel en... boerderie zat er nog achter en het grootste deel is eigenlijk afgebroken en het is heel mooi gerestaureerd en wat er nu nog steeds. Hier ging vroeger zo'n klompenwinkel in. Daar zit nog een kamer op de deur. Ja, daar woont mijn broer nog. Daar woont ook broer. Ja. Kijk. Ja. Nou, heel stuk met, historie dus, hè. Maar nog altijd een mooie buurt. Hij vindt nog steeds een mooie buurt. Ja. Maar jullie blijven mooi. Nee. Ja, dan loop je hem verder en dan gaan we richting... Dat kwam verkeerd, vooral die van Deurning. Van Deurning? Ja. Ja, dat is door, hè. En wie loopt dan hier een beetje rond op Heerlijke Diek en de Watertorenstraat waar we nu bent? Born had vroeger nog aardig wat Joodse inwoners. Ja. Jurren, zo'n naam. Ja. Bijnaam in de Fluitjurren, hoewel bekend van Vergelde. Jawel. Peter Smit, of Peter Smit zeg ik al, Peter Slager. Ja. Maar hij ook met een Zilversmit. En die woont kort bij jou. Ja, dat was... Hier in de Watertorenstraat. Ja, daar ginds, dat is mijn oldershoestoor. Heel korte bij. Ja, en er kwam soms, dat was in de oorlog, ik ben van net voor de oorlog van 39, ik was een keer van jaar of 4. Daar speelde je op de groen met blokjes en met ja, een klein kind kan zich overal met vermaken. En dan kwam er altijd een oude man bij ons en hij zat aan de tafel. Een hoed op, daar had niemand eigenlijk bij ons in de buurt hier. Allemaal leu met een pet op, allemaal boerenleu. En dan zat er aan de tafel zo met een haan onder hun kop en dan mompelde al wat. En dan zei mijn vader, ach buurman, het kan misschien allemaal gewoon metvallen. Maar ik wist niet dat het een Jan mannetje was en het was oorlog met werken. En ik kwam al die het donker was, dat was ook wel een beetje gek. En toen zag ik hem zo, toen was ik de straat opgelipt en er stonden hier aan de oogkant stonden door. En ik noem hem ook al die opaatje, maar het was helemaal mijn opa eigenlijk niet. Het was gewoon een buurman dat iedere dag bij ons kwam. Toen nam hij met aan de haard hier in zijn huisje, want hij woonde hier. En dan zei ik, kreeg wat moois van mij. En dan haalde hij eens van de plank of uit de kast of zo, dan haalde hij dit busje. De Joodse invalide. En toen deden zoveel gulden erin. En is voor u zeggen. Maar heel goed bewaren, dan ben je later heel riek. En dan kreeg van mij, ik ga misschien heel wit weg. Fortseren natuurlijk. En kort daarna heb ze hem opgehaald, is een vergast in Sobibor. En hij was bijna 92 jaar oud. Zo'n oude man. En ja, een van de grote, van de 6 miljoen Joodse leu die het in de oorlog niet overleefd heeft. Ja. Te gek om eigen grote praten. Ik heb het busje altijd nog en ik ben er heel, heel wies met. Dat is een rieke herinnering. Ja. Maar toen dat toen spelde, ja. En toen had hij nog geen flauw benul van wat er met Jurren gebeurde. Nee. En los staan dat je wist waarom de onderscheid, of er al een geldige reden voor was. Ja. Die wisten natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar wat er nou eigenlijk gebeurde met Jurren en waarom. En toen later bleek het pas nog nodig dat het een Jurren was. Ja. Maar toen je 3 jaar was, wie praat dan een Jurren? Dat is gewoon plat boons, dat is niks geminder waarde. Nee, dat is gewoon een Jurren. Iedereen weet wat een Jurren is. Ja. En dat is niks geminder waarde. Dat is voor de verduidelijkheid. Ja. Maar toen later is het pas duidelijker, want toen je 10 jaar was, verrek. Ja. Dat was het eigenlijk. En daarom zat het alle manneke, opaatje, zat bij ons aan de tafel en die zag het. Ja. In donker, ook al heel donker. Hij kwam al die in donker kwamen, want soms een grote gele sterren op een jas, dat vind ik heel mooi. Dan zegt hij, mijn moeder, dat wil ik ook hebben, dat wil ik ook hebben. En mijn moeder zei niks en ik zei nog vandaag, toen kreeg ik aan een drijvende orde. Ja, zo gebeurde dat. Ja. Maar wat heel mooi is, later toen Bibi met Veerman hebben een comité gevormd om die bekende Stolpersteinen ook in Born te leggen. De eerste in Nederland.
Het was een project wat op is gestart in Duitsland en dat heeft zich als een olievlek eigenlijk uitbreid door heel Europa. He. Ik weet over duizenden dat er nu aan leed. En ja, wie bent ook hier daarna met begonnen en wie heeft heel veel medewerking gehad. En het eerste steentje is hier leg voor het hoes van Isaac Silversmit, het mannetje van het busje. En dat is in Born met de eerste steden van Nederland leg. Ja, de stolpersteen. Ja, ja, van ja. De Duitse kunstenaar Günter Demnig. Demnig. Ja, ja, ja. En daar staan we hier nu voor het huis van Isaac Silversmit. Ja. Geboren in 1852. Ja. En gedood in 1943 in Sobibor. Ja. Ja, en dit is de synagoge. Hier is de synagoge van, ja, uiteraard van de Joodse gemeente van Vroeger-Lukboorn. En de Joodse school en daarnaast de rabbiwoning. En het badhoes. Het badhoes. Wordt ze zich moeten reinigen voordat de dienst begint. Ja. Nou, laten we gewoon kijken waar het hier is. Ja. Dit is de ingang van de synagoge. Ja. Maar die wordt niet meer gebruikt als synagoge. Nee, als synagoge niet. Er woont ook bij nog geen Joodse mensen in Born nog. En ja, later is ze in verval geraakt. Hij is zelfs afbrand. Maar dan had ook een Jood had hier een zaak in met allemaal lappen en zo. Fornituren noemen ze dat. Ja. En midden in de nacht stond hij zo in brand. Is alles afbrand hier, alles. Maar hier tussen had het helemaal dichtgemaakt. Een dak ertussen. Helemaal vol met rond stof. En alles is afbrand en zo. En toen was het afbreken, was er wat nieuws neerzetten. En toen is er een actiewest hier in de buurt. Om toch de synagoge te behouden. En dus gelukkig is dat zo bliem staan. Hij is helemaal weer opgebouwd. En nu wordt lezingen gehouden, exposities, muziekuitvoeringen en zo. En dat is altijd... goed gebruik. Heel goed gebruik. Ja. En dat is dit? Dit is het badhuis, het badhoes. Ik weet de naam wisten ook nog niet meer. Maar voordat ze vroeger de dienst begonnen, dan moesten ze zich door eerst reinigen. Er zat ook een bron zat hier achter en hij gaf ontzettend veel water. Want toen ben ze hier achter aan het spul hebben ze omzet, zeg maar. En toen ging er een piep, brakte. En het was in de hoogheid helemaal vol met water hier achter. Zo'n echte levende bron, zoals het noemt. Oké. Ja. En dit was het huis? Dit was de school, de Joodse school. En daarnaast achter hij de rabbiwoning. Maar dat is nu gewoon woning. Woonhuis, ja. En dat is een oude stijl helemaal hersteld. Ja, helemaal mooi hersteld zelfs. Hier kun je het maar zo over de rol worden. Ja, want dit is eigenlijk is dit het mooiste stuk van Oldenborn. Het mooiste stuk. Ja. Van Alters is dit een hele oude boerderie, de Meijershof. Meijershof. En toen moeten de boeren, die vroeger onder de bisschop van Utrecht, gaan overal boerderijen in de buurt. Ja. En moesten ze hier, moesten dan komen, de huur. Pachtbetaal. De pachtbetaal. En daar woont later een rientje. Ja, later is dat gewoon. En we gaan doen? We gaan doen hier de Rientjesbos, noem je dat al hier nog. En dan kom je zo weer op een Koppelsbrink. En dat is eigenlijk het hele oude deel, waar ook vroeger de Romeinse kerk is staan. De klopjes woon. Ook, ja. En naar de kapel. Ja, ja. Ja, ja. Dorotski. Ja, nu loop je daar verder. Ja, maar vroeger, toen wij jongens waren, toen was het hier een en al ruige bende. Een ruige bende. En nu staat hier een Mariakapel. Ja. Nou, dan ben je dan bij de kapel. Ook een heel oud gedeelte van. Ja, want hier was vroeger dus het kerkhof van de kerk dat hier stond. De pastorie staat er nog altijd. Is later afgebroken toen de nieuwe Romeinse kerk is gebouwd. Aan de andere kant van het dorp. En toen bleef dit hier liggen. De dumps was niemand met de kam soms, dan was het heel spookachtig. Er stond alleen nog één groot kruis, dat is later restaureerd, dat staat nog in de Stevenuskerk. Ja. Leems groot. Maar verder was het hier, ja, er was niet veel mooi. En een dode boel, zeg maar. Ja, nog veel minder. Ja. Nou, toen ben je een paar leeuwbinden geweest en die heeft dan hier plan gemaakt. Dat was ook meester Digus, die wat vaker genoemd heb. Tevoorde en Herman Liedenboom. Dat ben eigenlijk de leeuw die het zorg heeft uit deze kapel, de Iskam. Ja, als je zo'n kapel wil bouwen, Herman Liedenboom had het model gemaakt. Hij heeft ook een kleine kapel eerst gemaakt, een maquette.
Maar dan moet je natuurlijk ook materiaal ervoor hebben. Ja. Nou, we zijn geluk in Sipkelo, daar had vroeger een groot klooster staan. En dat, die steen die lang er allemaal nog. De oorlog was net afgelopen, dus in Duitsland, er lag heel veel in puin. Ook de hele grote basiliek van Vreden. Ja. En daar ben ze ook eens, hebben zijn kieten. En daar vonden ze dat mooie beeld vinden ze door, aan stukken en brokken. Je kunt nog heel duidelijk zien wat ja. aan elkaar is. Ja. Een paar keers nog, aan de keers op stek. Dan doe ik al die hier langskomen. Ik ben helemaal niet zo fijn, maar... Dit beeld is dat. Het kwam een stuk in brand, kwam het onder het puurfort. Want er was een bom van op die kerk, was helemaal in elkaar gebombardeerd in de oorlog. En toen kwam het helemaal een stuk in de haan, die waren fort, het heuf was fort, het was min deur. En onderaan keukenhal was in, binnen ook een stuk in de Liedenboom aanzet. Het verhaal ging ook in Boorn dat hij ooit verkeringen had met een mooi Boorns Wichke en dat was uitraakt. En hij had toch al die beeld nog vanuit Wichke in het hoofd. En toen heeft hij ook een heuvel voor Maria gemaakt. Ja, dat zal dat wichten met me. Ik weet niet of het zo is, maar het is wel een mooi beeld. Ja. Je kunt ook wel wat zien, wat aan elkaar is zet bij de hand en hier ook in het midden. Door. Ja. Er zit nog echt bij de... Het kwam in Vreen, uit de oorlog. Vreen ja. is een buurgemeente van Groenlo, ja, bij, ja, ja. bij Weber. Ja. En wat ik ben dan wel benieuwd en ik kan me voorstellen, er komt zomaar vrouw. Ja. Zo'n verhaal. De Duitsers deden dat natuurlijk ook bij ons. En gelijk de Bijbel zeggen. Ja, nee, het is, in dit geval is het wel wat anders gewoon. Want die kerk, er was helemaal niks meer van over. En die stukken die langden allemaal. Ja, wat moet je nou met zo'n stuk beeld en nog een stuk beeld. Zonder heuf, zonder haan. Die lul, die zijn er echt geen brood meer. Maar die waren toen jong van jongen, 15, 16. Ja. En wat is het zo opgevallen aan die in Vreden? Vonden ze dat maar zo'n groot zes? Ja, dat is maar een goed overleg gewoon. Maar ze dachten, dat wordt nooit weer wat. Dat kan nooit weer worden, dat beeld. Maar ze wisten niet wat Liedenboom in Boorn wat in kon. En dan heeft ze echt nieuwe delen bijmaakt en weer in elkaar gebouwd. Staan we nu op, staan we nu op het oude kerkhof, zeg maar, achter de Mariakapel in het oude Bonne. Ja. En hierbij een paar grafstenen waaronder al het pastoor Wanning begraven is, geboren in 1809, overleden in 1899. Is dus nog 81 jaar geworden, maar hier hebt een bitter verhaal van. Ja, dit is dan nog eigenlijk bij de overricht van de oude begraafplaats. Dit, hè. En er zijn drie hele bijzondere stenen, zoals net die nummer, maar pastoor Warmink. Dat is dus de bovenpastoor van de nieuwe Stevenus aan de Gentse kaart. Ja. Daar hebben ze mee helemaal geen dagen opgenomen, maar hij heeft helemaal de midden op de heide even die kerk doorzet. Maar blijkbaar hebben we toch wel een heel mijn vroegkerken, want later is door eigenlijk het hele Boorn op aangeroeid. Dus Noordstedenkerk midden in Boorn. Ja. Er liggen hier twee priestergraven, dat kun je zien, er zit een kelk op, gins, en daar gins is dan de kaplan, die hier ook ooit best is. Maar dat ginse graf is nog veel bijzonder. Ooit heeft hier een legendarische dokter Schoenmaker hier best in Boorn. Een dorpsarts, kun je wel zeggen. Er gaat heel veel verhaal over, er is ook een boek van gemaakt van in 1999, want toen was het 200 jaar geleden dat hij geboren is. Dan heeft hier heel lang hoesarts best. Hij was geboren. Dacht ik, in Groenlo, tenminste in van alles kwam uit Groenlo. Dat zou best kunnen, ja. Want in Groenlo hij nog een tandartsschoenmaker. Ja. Nou, en toen is hij hier dan toch in Boorn is gekomen en ja, er gaat heel veel verhalen over. Maar wat hij ook heeft gedaan is, dit is een boompot. Dat zal denk ik zo'n 150 jaar is alleen, dus hij steekt er nog 150 jaar steeds in boomde. Hij heeft ook bijgehouden in zijn dagboek wat het allemaal kost heeft. Ze heeft hem opgehaald door Boskoop met een paar andere beuren. En wat die peren heb gehad aan haven en wat de voerleur en het andere volk heeft aan borrels. Hebben we allemaal bijholen en toen hebben we hier in Boom neergezet. Hebben we hier ook een graf gereserveerd voor hem. Wordt betaald na overlijden. Nou, ik denk dat ze nog op het geld met wachten. Denk ik wel, want dan kon ze natuurlijk niet meer op aanspreken. Maar hij ligt hier nog altijd. Wel handeling in, zeg maar, als een soort dankbaarheid van, ja. Die hebben we niet betaald, maar die mag niet blijven, maar die heeft zorgd dat de moord blijft. Ja, kun je wel zeggen.
Ja, en dan kun je het weer zo vandaag. En dan kom je hier achter op een koppelsbewinkel, zeg maar. Ja. En dan kom je hier bij de Klopjeswoning. Klopjeswoning, het huis van de vrome. Ja, ja, dat kan eigenlijk wel zijn. Want ja, hij was in het dorp. Ze hebben heel veel goers, daar mag ik echt wel zijn. Er ging vrolijk wat verhaal over. Ja, ongetrouwde vrolen. En dan heb je heel gewend dat er ook verhaal loskomt. Maar ze hebben ook heel veel, ze deden ook zeker verzorgen en dat iemand door was in de kist leggen en zo. Dus ze hebben echt wel heel veel goed werk gedaan. Maar ze hebben dus ook een taak. Ergens in de reformatietijd was het verboden om katholieke erediensten te doen. Ja. En als er toch een keer een priester hier, Oude Grijns, hier heen kwam om hier ergens stiekem de mis op te dreigen, dan gingen die klopjes die gingen rond en die klopt mij eens op mijn roet en dan was de lul waar. Vanavond om 8 uur of zo, dan moet door in de wagen. Kom. Ja, Geer, we hadden net hier over de Koppelsbrink, Klopjeswoning. Ja. Het frappante is, als ik in Grolle vertel, Kloppendiek, weer bij Groenlo in de Holtroek, in de buurtschap, hij café Kloppendiek van Van den Berg, ja. En hij ook de Kloppendiek, waar je naar de kerken gewoon, naar de katholieke kerk, in Zwilbroek, een hele oude kerk. Ja. En als ik naar de Leur vertel in Bonne van, of in Groenlo vertel van, ja, daar waren vroeger vrome vrouwen, dan kijk zo en we zeggen wel, wat hij te houden. Ja, ja, ja. Maar, is dat verhaal een woord of niet woord? Nou, ik weet dus van Grol weet ik dus niet, maar ik weet wel zeker dat hier vroeger klopjes hebben rond. En dat waren oudere vrouwen, waren dat dan, ongetrouwde vrouwen vaak. En ze waren niet geestelijke dochters, zoals ze was genoemd. En ze hadden eigenlijk de taak om ze erin zieken verzorgen. En ze passen op dat de een heel ernstig ziek was, of dat iemand door was opbaden en ook later in de kist leggen. Dat was haar taak gewoon. En ze hebben heel veel goede dingen gedaan. Ook had, in die reformatietijd, toen mochten niet openbare eredienst bij de katholieken houden. Dat gebeurde dan stiekem. Stiekem, ja. Dan kwam er een priester, die kwam over de grens, verkleed als timmerman of wat anders met gereedschap, de heifroger. De Hagepreek. Nee, dat is een andere. Dat is ja. Ja. Maar dan kwam ze en dan kreeg die leuwe bord. Vanavond is er een mis en dat gebeurt alleen. Dan klopt zo'n vrouw en die loopt rond en ik klop met een paar keer op de route. En dan wist ik, oh, vanavond om 8 uur dan moet ik door en door winnen. Dat was allemaal van de veurt naar regels. Dat was het eerder. En van door naar kloppen. Ik vind dit tenminste een heel begrijpelijke iets. Een beetje rondkleppen door Oldborn en heb je ons een beetje gidst en aardig wat verteld. Ja. Maar vind je nou dan hier, min van Oldborn, Cruising, Koppelsbrink, Markstraat, Brinkstraat. Ja. Centrum van Oldborn. Vind je het mooiste plekje, ja? Nou, het mooiste eigenlijk, ik heb geen voorkeur. Er zijn zoveel mooie plekjes. Bijvoorbeeld Meijershof is mooi, Beyoncé Straat is mooi, de Aanbrand op de Kaderstraat, de Beuren eerst West bij de kerk, Roedum de kerk, een Pelnhof. Waar ik ook heel blij ben hè, dat het blijft staan, want ik ben ook zo af en brokken en er is dus nog een plan dat het blijft behouden. Ja. En ja, er zijn zoveel mooie plekken in Born, maar dit is eigenlijk wel een soort middelpunt. Ik maar zeggen. Het wordt een beetje donker in de lof. Ja. Voordat we de pokkel nakriet, wie loopt nog helemaal woest toe? Is goed, dat doe. Vandaag had, vanmiddag had G over hoe, en we hebben hier op onze hoofd van Bonneland gezien, hebben we een paar keer omgehaald. Ik moet zeggen van, ik heb al begin vooral van, wie is nu eigenlijk G Nijkamp? En als ik dat nu zelf eens invul, wie vandaag hoe metmaakt hebben, en zeg van G Nijkamp, dat is een man met een niet te hoge schoolopleiding. Ja. Dan zeg ik, niks denigrerend aan, die zegt mezelf ik had graag verder willen leren. Nee. Nee, toch, nee, ik heb alle mogelijke kansen gehad. Nou. Nee. Boeten dat, je hebt zo'n liefhebberie voor de Saksische taal, ja. Voor het plat, maar ook voor
alle mensen om u heen en waar ze ook bent en wie ze ook bent. Je bent eigenlijk een helemaal een man die zichzelf ontwikkeld heeft voor zijn omgeving. Ja. En weet dat ook onder woorden te brengen en ook op schrift te stellen. En een voorbeeld daarvan is, je maakt de Twentse spreukkalender. Ja, een spreukkalender, een Twentse spreukkalender. Ja. Twee, daar heb je blaadjes afscheuren. Ja. Juist. Twee dorms op één blad. Ja, en er zit een mooie spreuk op. Er zit een spreuk op en op de achterkant zit een verhaaltje of een gedicht. En ja, dat doe ik ook met plezier. Nou, maar dan heb je ook nog een boek geschreven, Streektaal van Twente. Ja, nou dat is zo, dat is dit is een boek, dat ben allemaal, ik heb 18 kalenders gemaakt. En uit die 18 hebben ze daar iedere keer dingen uitgehaald en hebben ze daar verzameld in één boek. En al met al is het wel een heel mooi boek. Ja. En nog meer geschreven? Ja, ik heb veel meer geschreven, maar niet wat openbaar is. Wat verschillende tekstbiedrengen aan Beuk en aan Oorstek wat ze wat maakt. Ja. En ja, nou goed, dat doe je ook zo. Maar wat eigenlijk word ik groot zo binnen, is een kalender. Een kalender? Daar ben je eigenlijk het hele jaar bij de gangs met. Deze is van vorig jaar, 2012. En is van dit jaar, maar heeft vorig jaar gemaakt. Ja, heb vorig jaar gemaakt en nu heb ik voor het grootste deel heb ik nog 2013 natuurlijk. En daar komt volgend jaar losser op te staan. En dat vind ik ook heel mooi. Ik heb in het verhaal, heb ik ook gezegd, in losse steden dus een zadeldaktoren. En ergens in Gelderland met er ook eentje staan. Dan keek ik toevallig op jullie programma op de televisie en daar hadden jullie een verhaal op over het dorp Geesteren. En we lachen dus de zadeldaktoren. Dus in één keer was het verhaal helemaal klaar. We hebben twee dingen, we hebben meer dingen bij elkaar. De klopjeswoning, de kapel, een stuk van Uit Vreden, wat kort bij ons ligt. En nu het zadeldaktoren, wat de ZSOM ook opnames van even maken in Geesten, op bezoek bij. En Dokter Schoenmaker, die familie die ook vroeger uit Groen kwam, uit Groenlo. Ja. En het bier, hè, het Groolse bier. Juist. Wat bekend is in Twente, maar wat toch eigenlijk uit Groen kwam. Ja, in Gal ben ze begonnen. Ja. Neerveld. Maar om een afsluiting te maken, heb je nog een mooi gedicht dat je zegt van dat wil ik verder. Nou, en ik heb hier, in Twents. Ik heb hier het spul allemaal liggen en ik ben misschien iets een kleine. Er was een keer een boer was er en die was opgehouden met boerken. En toen dacht ik, wat moet ik met die groenten allemaal doen? Ik heb die groenhekken liggen en daar moet ik toch wel iets mee doen. En hij leert een loonwerker komen, hij leert een grote plas, leert een oetgrem. Hij leert allemaal boomkens en grij, allemaal potten, maar het was maar een hele grote lap groent. En dan joh, toen was het een heel mooie, hete dag. En toen dacht ik, nu heb ik toch de titels en nu ben ik eens even kijken wat het allemaal binnen is. En toen gebeurde het volgende. Bangmakerie heet het. Brakkeman had met oog op natuur een waterplas aan laten leng. Wat later kon hij kijken hoe als er nog een goed joh bij lag. Kon zijn oog niet geloven wat hij onverwacht zag. Drie mooie dens van 1000 weg. Splinten naakt in de zon aan het water. Als kikkers sprong ze in het plas. Alleen de bloende kupjes nog te zee. En dit valt hem begrijpelijk tegen. Ook dat ze hem verjoken leuten staan. Wie komt er niet geheel de route dat we helemaal voort ben gaan? Ik ga zo voortwichten. Ik wil alleen maar zien of een krokodil nog in het water zit. Dat was een gravineerde boer. Een gravineerde boer, een slim boer. Ja. Vandoor bangmakerie. Bangmakerie, ja. En daar kwamen ze al uit het water. Ja. Maar iedereen is bang voor een krokodil. Ja. Ik ben aan het einde van het programma, Horst. Ja, ik heb het een en ander verteld. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik moet zeggen, als al Boonse. Ik ben eigenlijk nog een hoop meer te weten komen dan ik al is. Nou. Maar ook als ik dan hier met oefen de al Boonse loop te denken. Gaat samen. Een stuk van erkenning. Ja. En noem net op de koppelsbank zaten. Ja. En ik zie ook nog weer een boekje link van Nathalie Baartman. Ik heb iets met Prussers, ook een old bonds. Ja. Of een bonds. Ja, dat toch heel goed. Kunstenaars, ja. Dat toch heel goed. Dat heel goed. Het is gewoon, ja, ik vond het hartstikke mooi. Ik vond het hartstikke fijn om met u kennis te maken. We kennen elkaar al een klein beetje, maar over old bonds te praten. Ik heb er zelf ook al iets gekeken aan. Nou, dat is belangrijk. Ja. Gewoon in één woord, hartstikke mooi, prachtig. Nou, hartstikke mooi. Bedankt. Goed, goed gedaan, met elkaar. G, nogmaals, hartstikke bedankt hier dat we hier samen in Born konden rondlopen met een en ander vertellen en opnemen. Ja. En graag nodig goed om een volgende keer, als op weg bent naar de boekenbal, bij je spreken in Bredevoort, in Groningen langs te komen. En zal ik graag een hoop van Groningen laten zien. Mooi, dat ook. Hey, hartstikke bedankt nog een keer. Hoorde goed. Hartzo, ajo. Ja, beste.
Beste mensen, dit was dus het programma van vandaag op bezoek bij. En we waren in Borne bij G. Nijkamp. En graag tot een volgende keer bij dit programma.